Het is ouderwets, weer 7 minuten geleden. En we hebben nog heel weinig wat dat betreft gedaan. Dus we gaan maar gewoon naar de grabbelton. Dan zal ik daar 1 keer een jingletje voor starten. Ja, dat is en dan goed. Slaan we die daarna gewoon gelijk maar over. Even kijken. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, de onder 11 die speelt vrijdag en zaterdag voor de Moerdijk Cup. Zo, oh. Is dat waar? Kijk. Op het sportpark De Meren. Kijk. Als je daar maar wil spelen, dat is altijd goed. De onder 12 tegen Sparta op het RMC trainingscomplex. Geen idee wat dat is. De onder 13 tegen Go Ahead op sportpark Zuiderlaan in Twello. Twello. Ja. De onder 14, jawel, speelt tegen ADO, een thuiswedstrijd. De onder 15 tegen Spartaan 20 op Hekswiel. De onder 17, ook op Hekswiel, tegen de Graafschap. De onder 19 in het AFAS trainingscomplex van AZ. En Jong NAC speelt tegen NEC, dat mogen we wel zeggen, hè? NAC, de sport NAC NEC, op het sportpark Hekswiel. NAC NEC, mooi hè? Oh, daar gaan we naartoe. Ja. Toch, Leon? Oh, oké. Oké. Dat toch niet te dachten? Oh ja. Klopt. Hey, dat is, we moeten weer gaan mee. Ja. Oh, dat is een goeie. Ja. Kunnen we verder? Jawel, maar ik zit nog even te denken. Jullie moeten mij helpen. Maar volgens wij spelen met Nederland zelf al dinsdag tegen Estland, toch? Oh, ja. Ik zie in ons lijstje hier van de 26 hebben wij toch ook een Est gehad die weg is gegaan? Karretje met. Die staat er niet eens tussen. Die was kleurenblind. Nee, die is volgens mij gedurende het seizoen is die weggegaan. Ja, dus ergens in februari of zo is die nog even na de transfer deadline van de winterstop is die nog vertrokken. Ja, en daar hebben we nog geld voor gekregen ook. Ja, en die staan dan gewoon in de basis daar bij de Champions League of Europa League. AIK, Stockholm, Solna, wat is dat weer? Ik zag van de week Matic zou ik weer in beeld komen. Ja, ik ook. Tegen Ajax. Dit keer zonder tranen in zo. Ja. Papi. Ik zie tranen. Maar dan, gaan we verder met Dordrecht. Want die huren een jong NAC-speler. Hoe zeg je dat? Mo Aminu. Ja, ik ben blij dat we die mogen afkorten. Die huren ze van City. Ja, inderdaad. Die jongen die bij NAC eigenlijk alleen maar jong NAC speelde. Want die hebben ze bij NAC gestald van ga jij hier maar dan spelen? Want bij ons is het eigenlijk te vol. Ja. Dus ga dan maar lekker bij NAC doen. En misschien als vooruitlopend op misschien dan ooit een serieuze verleenbeurt beurt aan NAC. Maar de schapenkoppen zijn ons voor. Ja. Niet zo erg. En Heracles heeft Lucas Schoofs ja, in inderdaad. Ik had dus de tweede kans. Bij NAC zijn we net al. Hij is bij NAC natuurlijk veel geblesseerd geweest. Nooit echt goed aan de man gekomen. We hebben daar wel een potentie gezien van. Nou, dit is wel een soort van eredivisie-speler. Maar dat is bij NAC nooit uitgekomen. Hij heeft een keer zijn debuut gemaakt tegen Feyenoord uit. Dat deed hij niet onverdienstelijk. Hij stond er gelijk. Maar niet heel lang daarna weer een zware blessure. Maar, en Greg Lee doet ook wel heel aardig. Die blijft scoren, hè? We gaan daar binnenkort naartoe. Ik weet niet of dat hij het al weet. Over 4 weken gaan we daar een wedstrijdje kijken met z'n allen. Even een spandoekje nog even maken voor Greg Lee. En we gaan proberen daar iedereen op de korte zijde te laten zien. Geweldig. Dus dat is een missie die we daar proberen te gaan volbrengen. Ah, dat lukt wel. Dank u. De beker. Ja. Oh ja, beker. Ja, laat dat maar toe, want volgens mij tikt de klok aan. Wij mogen tegen Emmen, Marcel. Ja, Emmen. En nog wel. Thuis. Thuis, ongekend. Zo, is dat waar? Als dat niet misgaat. Ja. Ik zeggen. Dat zal wel weer helemaal fout aflopen. Ja, dat tegen Emmen. Biedt geen garantie dat hij iets gaat winnen. Dus, Zou die trainer weten waar Breda ligt? Of niet? Ja, ik weet niet. Lukin? Is dat nog steeds Lukin? Ja, dat is nog steeds Lukin. Ja. Die is al in Breda geweest hoor. Dus, Ja, dat was volgens mij al. Ja, nee, maar ja, het is wel op een. Ja, het sterk vermoeden dat het op dinsdag 29 oktober gaat plaatsvinden. Oh. Maar dat is tevens ook de dag dat Breda 75 jaar bevrijd is. Aha. Dus wie weet. En dan krijgen we de Emmenaren op bezoek. Wordt nog een tentaan. Gecombineerd. Ja. Dat klopt. Dus daar zal nog de komende weken nog veel over gesproken worden over die bekerwedstrijd. Ja. Dan hebben de heren nog een masterclassje gehad met stadscultuur en weet ik veel wat. Ja, dus jaarlijks al een nieuwe mensen die daar die nieuw bij NAC zijn aangekomen. Nou, we hebben ze net opgenoemd, zijn er een stuk of 26. Daardoor hebben ze maar gelijk gewoon het hele elftal, wat vorig jaar ook al die introductie heeft gehad, hebben ze er ook maar erbij gedaan. En dat was weer een ouderwetse dag. Ik hoop dat ze verteld hebben dat ze kunnen leren van wat je aan het NAC-publiek hebt. Ja, er zijn wel een aantal supportersgeledingen daar aan het woord gekomen. Die dat hebben kunnen uitleggen. Ook Bram van Doorn van de Bredeloonkens met name. Denk ik dat hij dat goed kan uitleggen. Want gebruik die wisselwerking. We staan er en gebruik ons. En je kunt daar hele mooie dingen mee doen. Ja, ik zag een heleboel foto's staan van spelers die stonden te kijken bij de foto's van de promotie. Ja, twee jaar terug. Ook. Ja, laat ze dus, daar maar kijken. Laat ze daar maar kijken. Hoe mooi dat kan zijn. Ja. Dan slaan we de andere twee wedstrijden de kaartverkoop maar even open. Want er is ook nog een vormavond, jongens. Die ja, draag,
Droomavond. Donderdag 19 september. Dus dat, is dat niet gewoon de verjaardag van NAC? Ik kan daar niet over gaan drinken. Ja. Dat is er vorig jaar ook niet in. Volgens mij rond die tijd. Volgens mij hebben we daar toen ook geproost op de verjaardag van NAC. Zou ze dan ook een papier weggeven? Maar wij moeten zelf nog eventjes gaan vergaderen over wat wij dan gaan doen die donderdag. Want dat is natuurlijk ook NAC-praat op jouw donderdagavond. Ja, Breda nu. Dat is ook jouw radio. Jou erbij. Op de nummer 1 hitmachine. Dus, maar dat is gelijktijdig met NAC. Misschien kunnen we daar een telefoonlijntje aanleggen of zoiets dergelijks. Dus we moeten even kijken waar we daar... Onder druk zetten, maar ik denk dat ook over vanuit daar moet dat. Dus inderdaad niemand onder druk zetten. Maar we worden heel lang snoer. Ja. We worden heel lang snoer. Nee, maar dat is tegen die tijd komt de clubraad maakt bekend hoe je daarbij komt. Je moet er wel voor opgegeven. Vijf, dus zodoende. Dus vier. Prettig weekend allemaal, drie, jongens. Houdoe. Houdoe. Eén. Houdoe. En wil je dit graag terugluisteren? Dat kan via onze website www.bredanu.nl. www.bredanu.nl. Op zoek naar nieuwe merkschoenen? Dan ga je natuurlijk naar Shoerama, de grootste schoenspeciaalzaak van Brabant voor jong en oud. Kom naar Spankapelle, de Valkenierslaan in Breda of shop op shoerama.nl. Shoerama, daar kun je mee uit de voeten. Zaterdag 9 november, Breepark Breda. De glimlach van Breda, XXL. Met optredens van Tino Martin, Jeroen van der Boom, Anita Meijer, John Best, Lange Frans en vele anderen. Koop nu je kaarten via deglimlachvanbreda.nl.